gaan we naar de structuurvisie, agenda punt 8 van Bennekom. De gemeente Ede kent heldere ambities voor de komende jaren. Deze ambities hebben impact op de ruimtelijke koers. In de voorliggende structuurvisie Bennekom zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd. Deze visie is mede in samenwerking met de dorpsraad Bennekom tot stand gekomen. Ik heb begrepen dat de fractie Burgerbelang een amendement heeft gaat indienen. En dat de leden Volmer, Obbing, Van Heuvelen, Koster, mevrouw Veldman, Buikema, ja? Van Druiten. Ja, oh, dat is een stemverklaring. De heer Vosterwaal een stemverklaring hebben. Heb ik niemand vergeten, ook de ChristenUnie niet. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Druiten voor het indienen van het amendement. Nou, dank u wel. We hebben het de vorige keer al uitvoerig aangekaart dat wij alleen kunnen instemmen met de structuurvisie als de toekomstige uitbreidingsmogelijkheid in het gebied aangrenzend aan de Achterstraat en de Negenaarse Bosweg geschrapt wordt. Woningbouw in dit gebied grenst aan de Negenaarse Bosweg, waardoor deze monumentale historische weg zal veranderen. Het is tevens de enige en mooiste bosweggetje in Bennekom West. En het is tevens zonde dat het gebied haar groen verliest. De wethouder weet het verder mooi te vertellen onder de norm woningbouw ten behoeve van eigen aanwas, maar in werkelijkheid is dat onzin aangezien we in Bennekom geen lokale bindingseisen toepassen. Voorzitter, het dictum van het amendement luidt bij besluit de uitbreidingsmogelijkheid in het gebied aangrenzend aan de Achterstraat en Negenaarse Bosweg en Bennekom, behorend bij ambitie 10 zoals opgetekend in de structuurvisie, als aanduiding te verwijderen van de kaart en tevens de tekst behoren bij punt 10 uitbreidingslocaties te verwijderen. Dank u wel. Is daar een reactie op vanuit de raad? De raad neemt die kennis van. Is nog de behoefte aan de wethouder om hierop te reageren? Mevrouw Vreugdeheel. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de oordeelvormende vergadering is hier ook al uitgebreid over gediscussieerd in deze raad. Ik heb een paar korte reacties op de motie. In de eerste plaats hebben wij gediscussieerd over inbreiding versus uitbreidingslocaties. En er wordt door de fractie van Burgerbelangen geen alternatief aangegeven. Overigens is deze locatie door het dorp zelf aangewezen als plek voor locatieuitbreiding. En de aanpassing van de huisvestingsverordening is geen onderdeel van deze structuurvisie. Daar zult u op een ander moment aandacht voor moeten vragen. De visie heeft in tegenstelling tot wat de fractie van Burgerbelangen beweert, in tegenstelling tot wat zij zelf in haar overwegingen lijkt te overwegen, niet als doel om de groei van Bennekom te bewerkstelligen. 15.000 punt. Dus uw uitgangspunt is een gelijkblijvend inwoneraantal om zo het voorzieningenniveau te behouden. Wegens huishoudingsverdunning en, we hebben daar ook in de ordevormende vergadering over gesproken, de gekoesterde wens van Bennekommers en jonge mensen om in het dorp te blijven wonen, is het echter wel nodig om een beperkt aantal nieuwe woningen toe te voegen. Zo'n 15 tot 30 per jaar. Het is niet de bedoeling dat, als hier op de lange termijn woningbouw wordt mogelijk gemaakt, de Negenaarse Bosweg komt te vervallen. Deze maakt een belangrijk onderdeel uit van de groenstructuur en is buiten de aanduiding gehouden. Een eventuele woningbouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied. Dat is mijn reactie, voorzitter. Prima. Dank. Om met het laatste te beginnen. Zoals het kaartje eruit ziet, zit het gewoon aangrenzend aan die bosweg. Ja, die bosweg gaat inderdaad niet weg. Dat klopt ook. Maar die woningbouw zit er gewoon aansluitend aangetekend. Dus dat gaat wel het zicht van die hele bosweg veranderen. En dan kunt u zeggen dat er zorgvuldig wordt ingetekend, maar dat moeten we maar afwachten. In de structuurvisie staan gewoon die lijnen gewoon tot pal aan die weg. Ten tweede is het ook niet zo dat heel Bennekom die behoefte daarover heeft. De dorpsraad heeft misschien inderdaad ingestemd met de structuurvisie. Maar het is niet dat de dorpsraad helemaal representatief is voor alle Bennekommers. Net zoals wij dat als partij ook niet zijn. Dus er zijn ook gewoon andere meningen en visies over. En wij bieden overigens wel een alternatief voor Bennekommers. En dat is, hebben we toen met de motie gezien toen het over huisvesting ging. Voor die lokale bindingseisen. En dan kun je met 30, ja, kun je er gewoon 30 per jaar halen die gewoon in Bennekom extra kunnen blijven. En dat is, ja, een veel grotere verhouding nog dan de woningen die je hier uiteindelijk kunt realiseren. Dus we hebben wel degelijk een alternatief.
En inderdaad, voor ons hoeft Bennekom ook niet te groeien als het 15.000 inwoners... Ja, dat is goed. Het is ook niet voor niks een buitendorp. Dus daarin verschillen we van mening dan. Concludeer ik dat u meer uw standpunt nog een keer heeft verduidelijkt als dat echt een vraag is. Maar dat is eens, voorzitter. Ik heb geen vraag gehoord. Oké, dank u wel. Kunnen we dan overgaan tot besluitvorming over dit amendement? Is de behoefte aan een stemverklaring vooraf? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Dat betekent dat de rest niet voor is. Dat betekent dat het amendement niet aanvaard is.